deze allereerste vraag van de Summa Theologiae behandelt Thomas de vraag van de Sacra Doctrina zelf, de gewijde leer zelf. Wat is deze heilige leer eigenlijk? Waar de theologie zich mee bemoeit, zich mee bezighoudt. Vandaag zouden we het noemen, hij doet aan fundamentele theologie. Je gaat nadenken over wat voor een soort wetenschap je eigenlijk aan het doen bent. Wat voor een soort kennis dat je eigenlijk aan het uitoefenen bent. Want het is niet zo voor de hand liggend dat er wetenschap is. Want, met betrekking tot de theologie. Want het gaat over God. En over God iets zinnigs te kunnen zeggen is niet zo makkelijk. We hebben van God geen ervaring. En tegelijkertijd moeten wij met menselijke woorden over hem spreken, wetende dat hij ver boven onze menselijke begrippen is. Dus voordat je naar je object keert, dat God is, kijk je naar wat hebben wij voor een instrument om over God te spreken. Wat is theologie eigenlijk? Wat doet theologie? Wat voor een soort domein is het? Sommigen zouden denken, theologie is een beetje een soort poëzie. Je verzint in mooie bewoordingen iets over God. Of misschien is het onderdeel van de psychologie. Mensen die vanuit een psychologisch behoefte een godsdienst hebben uitgevonden. En hoe gaan wij om met het niet weten van ons, waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan. Nou, Thomas zegt dat theologie een eigen domein is en dat het zelfs een wetenschap is. En niet zoals religiewetenschap, daar doen we vandaag ook veel aan. Want religiewetenschap kijkt meer van buitenaf, op een sociologische manier, naar de verschijnselen in de verschillende religies. Christelijke theologie gaat van binnenuit kijken. Nou, wat dat betekent, zullen wij verder zien. Het is een wetenschap namelijk, waar we mee bezig zijn in de theologie die heel speciaal is. Haar uitgangspunt is namelijk het geloof. Het geloof als uitgangspunt, dus iets waar je, wat een beetje duister is, donker is. In de allereerste vraag stelt Thomas zich de vraag of ze überhaupt noodzakelijk is. Heb je niet genoeg aan filosofie? Heb je niet genoeg aan de dingen die je door verstand kunt kennen? En alle andere dingen die je met je verstand kunt herkennen, die je helpen om een goed leven te leiden? Hij antwoordt daarin dat hij zegt, het doel van de mens gaat boven ons begrip. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, heeft God ons bereid. Dus daar kun je niet met puur menselijke middelen bijkomen. En als tweede zegt hij, het tweede argument waarom het noodzakelijk is om een theologie te doen, dat je bepaalde kennissen kunt opdoen over God door je verstand. Maar dat het wel moeilijk is om daarin ook juist te blijven, om ook scherp te zijn en niet op een warrige manier daarover te spreken. Als je kijkt naar alles wat in de geschiedenis van het denken over God is gezegd. Dus Thomas zegt, deze leer, deze goddelijke leer is wel heilsnoodzakelijk. Het gaat om de zielenheil, het gaat om het eeuwige leven. Om je daar puur op je verstand te verlaten, dat zou een beetje tricky zijn. Dus God wilde het aan de mens ook makkelijker maken en daarom heeft hij gekozen om zich te openbaren. Alleen het geloof kan tot bepaalde waarheden over God komen, waar het verstand niet bij kan komen. En op de tweede kant dus, je kunt dingen door je verstand kennen, maar je kunt diezelfde dingen ook door God kennen. Bijvoorbeeld, God is schepper. Dat kunnen wij door ons verstand herkennen, maar de Bijbel spreekt ons ook daarover. Dus die wetenschap is noodzakelijk voor ons. Nou, in de tweede vraag
waar we uitvoerlijk nu op ingaan, is, gaat het over, is dat nou echt een wetenschap, de goddelijke leer? Sint Thomas citeert in zijn antwoord met het argument van de dat gezag heeft voor hem. Hij citeert Augustinus. Tot de gewijde leer wordt alleen datgene gerekend waardoor het allerheilzaamste geloof ontstaat, waardoor het ontwikkeld, verdedigd en versterkt wordt. Het geloof, wat het geloof doet ontstaan, wat het doet ontwikkelen, wat het voedt, wat het verdedigt, wat het versterkt. Het zou een goede gewetensonderzoek voor alle theologen zijn. Hè? In hoeverre heeft mijn theologie, mijn nadenken over God en alles wat ik doe als theoloog, in hoeverre helpt het om het geloof te doen ontstaan bij mensen of in mij, om het te doen groeien, om het geloof te verdedigen en om het te versterken. Alles andere zou je bijna kunnen zeggen is nutteloos voor de theologie. Sint Thomas begint altijd zijn vragen met een tegenwerping, of met meerdere tegenwerpingen, waar hij zegt waarom het juist niet zo is. Waarom theologie geen wetenschap is volgens hem. Om dan het antwoord te geven waarom het wel zo is. Dat is een procedure die hij in iedere vraag die hij stelt aanhoudt. De eerste tegenwerping die hij dus zichzelf voorhoudt, is dat men zegt dat theologie geen wetenschap kan zijn, want een wetenschap moet uit klaarblijkelijke beginselen voortkomen, uit dingen die helder zijn, die evident zijn. Nou, dat is de goddelijke leer, de heilige leer, dus zeker niet, want ze heeft als oorsprong het geloof, dat niet klaarblijkelijk is. Alles andere is klaarblijkelijk. Tweede tegenwerping is dat hij zegt, het geloof gaat vaak over heel individuele dingen. We horen het verhaal van Adam en Eva, van Noach, van Abraham, van Isaac en Jacob enzovoort enzovoort. En wetenschap zou toch eigenlijk over algemeen, universele dingen moeten gaan. In hoeverre dus kun je de theologie een wetenschap noemen? In zijn antwoord, het respondeo, gaat hij vooral op die eerste tegenwerping in en geeft daarop een antwoord. Hij zegt, je hebt twee soorten wetenschappen. Je hebt een wetenschap waar je uitgaat van wat je door het natuurlijke licht van het verstand kunt herkennen. En je hebt een wetenschap die steunt op een andere wetenschap die hoger is. En die dan je beginpunt wordt. Nou, zo noemt hij twee voorbeelden. De kennis uit de geometrie gebruik je om iets over perspectieven te zeggen. Of hij zegt, voor de muziek, heb je als beginpunt de rekenkunde. Vraag me niet waar dat precies vandaan komt. En hij zegt, nou, die doctrina sacra, die heilige leer, die is zo'n tweede soort wetenschap. Want het is een kennis die voortkomt uit een hogere kennis. En wat is die hogere kennis? De wetenschap van God en van de zalige. Van Dei et Beatorum. Evenals de muziek beginselen aanneemt die door de rekenkunde gekend worden, zo neemt ook de gewijde leer beginselen aan, namelijk hetgene wat door God geopenbaard is. Door God geopenbaarde beginselen zijn het beginpunt. En dat zijn die gebeurtenissen van de heilsgeschiedenis. Dat is de uitgangspunt voor de theologie, voor de leer over God. In de tweede antwoord heeft hij het over
de individuele dingen. En hij zegt, ja, die individuele dingen, het zijn vooral voorbeelden voor ons. Om ons te stimuleren, om ons te helpen. Maar ze worden ons alleen verteld in hoeverre ze ons iets over God zelf kunnen vertellen. Over zijn handelen, over wie hij is. Het is niet zo voor Thomas dat de theologie uitgaat van het beginsel dat de schrift is. Uitgangspunt de schrift en daarvan gaan we theologie bedrijven. Dat zou je eventueel in een protestantse versie kunnen zeggen. Maar voor Sint Thomas is ook de schrift iets wat uit die geopenbaarde beginselen voortkomt. Dat is het begrip van de openbaring. Wat is dat eigenlijk, openbaring? Openbaring is niet hetzelfde als Heilige Schrift. De Heilige Schrift is een vrucht van de openbaring. Van de God die zich openbaart. Van God die zich aan ons laat zien. Van God die in onze geschiedenis binnenkomt en zijn heilsplan aan ons doorgeeft en ons deelt met ons. Belangrijk dus in deze eerste vraag, in deze eerste artikel die wij zien, is deze leer heeft een beginsel en dat beginsel dat is de kennis van God zelf en van de Heilige. Daarvan gaan we uit. En daar heb je alleen toegang door het geloof. Dus anders gezegd, zonder geloof kun je geen theologie bedrijven. Zonder geloof heb je niet toegang tot die uitgangspunt. Het geloof is hetgene wat je verheft op die plaats waar je dan over God kunt nadenken. Dat is het beginsel voor de theologie. Je kunt religiewetenschap doen. Je kunt over de verschijnselen van het christelijk geloof nadenken. Je kunt als filosoof over de Bijbel spreken. Het is allemaal niet theologie. Theologie doe je als je eerst met een daad van geloof begint. Ik geloof, Heer, dat dit allemaal van jou komt. Dat het van de hemel komt. En vanuit dat beginsel ga ik mijn verstand gebruiken. Ga ik redelijk over nadenken. Ga ik het over doordenken. Ga ik verder denken. Dat is het resultaat van deze eerste vraag. Is theologie en wetenschap? Ja, dat is ze. Uitgaande van het geloof. Vond je deze video's leuk? Dan zou ik je iets willen voorstellen. Abonneer je op Kathedraal TV. Like deze video's. Laat ook een andere weten dat deze serie bestaat. En veel kijkplezier.